Ja, Calder is eigenlijk bekend geworden om de beweging in het werk te brengen, beweging in de kunst. En dat maakt zijn werk zo bijzonder. Dus het is ook heel belangrijk dat werken ook daadwerkelijk bewegen. Alleen het moeilijke is dat sommige werken om conservatorische redenen, dus dat ze echt, ja, omdat ze zo ontzettend kwetsbaar zijn, heel gevoelig zijn als ze bewegen. Maar alle mobieles die zijn zo geïnstalleerd dat ze op het moment dat er luchtbewegingen zijn in de ruimte, doordat mensen langslopen, allemaal heel subtiel bewegen. En zo zijn ze ook bedoeld. Ook sculpturen die buiten bijvoorbeeld staan, we hebben een heel groot werk buiten in de vijver, die spelen echt op de wind. Soms zie je die beweging in de tentoonstelling in eerste instantie niet, maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat de werken eigenlijk tintelen, heel subtiel bewegen. En zo had Calder ook zijn sculpturen bedacht.